Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar Raak iedereen in je museum. Live vanuit het Verzetsmuseum in Amsterdam. Bijna 200 mensen hebben zich aangemeld voor dit webinar. Nou, wat zijn we blij dat jullie hier allemaal bij zijn. 2 dagen voor de opening van de musea voor het grote publiek. En wat zijn we ook blij dat jullie met ons samen willen werken aan een inclusieve museumwereld. We hebben vandaag een aantal interessante sprekers. Sandra Temijtelen van het Verzetsmuseum Amsterdam. Marcus Dickie Horley van Tate Britain en Tate Modern. Daarna hebben we even pauze. Marianne Poppink, Stichting Cubus. En daarna zal ik nog een toelichting geven op de Raakstimuleringsprijs 2021 die we vandaag gaan lanceren. Tijdens het webinar kun je je vragen stellen in de chat. Onze collega Astrid Pietersen beheert de chat en we proberen zoveel mogelijk van jullie vragen tijdens het webinar te beantwoorden. Maar nu eerst geef ik het woord aan Luc Jan Boon, directeur van de Oogvereniging. Dank u wel, Carlijn, en goedemiddag allemaal. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen meedoen met het seminar. En dat betekent ook dat er interesse is. Voor jullie is misschien niet allemaal duidelijk. Oogvereniging, Verzetsmuseum, hoe komt dat samen? En dat is het thema, raak iedereen in je museum. Ik zal dat uitleggen wat onze belangstelling is en elkaar kunnen vinden, denk ik, musea en de Oogvereniging. De eerste vraag die wij ook zelf vaak horen, wat hebben mensen met een visuele beperking in een museum te doen? Nou, ik denk dat dat gewoon een generiek iets is. Het is je kan niet denken dat je zegt, oké, je bent slechtziend en ziet, of je gaat thuis maar via internet kijken of luisteren, naar informatie zoeken over een museum. De beleving van een museum is voor elk mens belangrijk. Dus ook voor iemand die slechtziend is of blind. Nou, we staan nu hier in een leeg verzetmuseum, dat is raar. Maar over 2 dagen gaat ook dit museum weer open, net als alle musea in Nederland. En daarom vonden we het ook een mooi moment om net daarvoor aandacht hiervoor te vragen. En net als iedereen heb ik zelf ook bezoek van musea gemist. Omdat je door bezoek aan de musea ook kan ruiken aan de cultuur. En ook ja, meerdere kanten van je cultuur kan beleven. En dat geldt ook nadrukkelijk voor onze doelgroep. We zitten niet voor niks in het verzetmuseum. Het museum heeft in 2018 de Raakstimuleringsprijs gewonnen met hun ambitie om een nieuwe presentatie op te zetten waarin de collectie integraal toegankelijk is voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking. En die doelstelling sluit perfect aan bij onze vertaling van Raak naar Raak 2.0. De Raakstimuleringsprijs bestond al 5 jaar en werd uitgevoerd onder het management van het Oogfonds. In overleg met het Oogfonds hebben zij aangegeven of wij het over wilden nemen. En we doen dat nog steeds samen met Bartimeus en Visio, maar ook met de verschillende fondsen in het oogveld. En we zullen meer nog dan de eerste Raak 1.0, zullen we nog meer aandacht besteden aan lobby, aan co-creatie met de museumvereniging. En ook kijken of we samen meer richtlijnen kunnen formuleren en ook meer geld kunnen genereren vanuit cultuurfondsen en vanuit de overheid. Zodat niet alleen de winnaars van de Raakstimuleringsprijs de kans krijgen om iets toegankelijk te ontwikkelen, maar ook dat musea in de brede zin, een grote groep musea, daar toegang toe krijgt. Nou, in de afgelopen jaren zijn er door verschillende musea al wel rondleidingen georganiseerd en meerdagen specifiek voor onze doelgroep. Een deel van jullie weet dat natuurlijk. En dat je ook onder begeleiding van een gids een tentoonstelling kan bezoeken. En dat is natuurlijk fantastisch, maar we willen zelf nog een stap verder gaan en wij noemen dat echte inclusiviteit. Dat je wanneer je wilt, zelfstandig als slechtziende of blinde naar een museum kan gaan met je familie of vrienden. En dat je dan een beleving kan ondergaan. En dat willen we het thema maken van de Raakstimuleringsprijs van dit jaar. En dat vinden wij niet alleen. Er is ook een VN-verdrag getekend voor mensen met een handicap. En dat heeft Nederland in 2016 getekend. En dat betekent dat er ja, ook een verplichting is om musea toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. En in brede zin mensen met een beperking. En ik snap dat musea misschien denken nu in deze tijd, het is heel zwaar geweest in deze coronatijd. En dat ze denken, willen wij dat nou wel doen, inclusiviteit en toegankelijkheid, dat is toch extra. Maar ons appel en onze motivatie zou zijn van, nou,
denk gewoon dat je iets ontwikkelt wat innovatief is en dat voor een brede mainstream groep ook interessant kan zijn. Een voorbeeld in een totaal andere sector dat wij afgelopen jaar ontwikkeld hebben is samen met de NS een perron-app voor het reizen met de trein. Dat was specifiek in eerste instantie ontwikkeld, zowel voor slechtzienden als voor blinden. Twee type functies. Maar het wordt nu door een veel breder publiek gebruikt, omdat vaak die borden ver weg staan in drukke en grote perrons. Dus als je iets innovatiefs ontwikkelt wat dus ook meteen interessant is voor een brede doelgroep, dan zal je ook meer mensen naar je museum kunnen trekken door die innovatie. En wat we ook constateren is dat in een ouder wordende bevolking zijn er gewoon ook statistisch gezien meer mensen met een oog- en oorbeperking. Dus het is ook belangrijk voor musea om je daarop in te richten. De sprekers van vandaag, die zijn al geïntroduceerd door Carlijn, die zullen vanuit hun perspectief voorbeelden aangeven. En dat zijn aanknopingspunten waar je dus als toehoorder van dit webinar mee verder kan. Dus ik hoop dat je gestimuleerd wordt en geïnspireerd door de voorbeelden en dat je zelf na dit webinar ermee aan de slag wil en ook mee wil doen aan de Raak Stimuleringsprijs. Dankjewel. Dankjewel, Luc-Jan. Gaan we nu over naar de eerste spreker van vandaag, Sandra Termijtelen. Sandra is hoofd educatie en toegankelijkheid van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Nou, zoals Luc-Jan net al zei, het Verzetsmuseum heeft in 2018 de Raak Stimuleringsprijs gewonnen met een heel ambitieus plan. De connectie van begin af eind toegankelijk maken voor bezoekers met een visuele en auditieve beperking. En Sandra heeft dit eigenlijk van begin af aan gecoördineerd en ook de testgroepen begeleid. Sandra, ik geef je graag het woord. Nou, ik wilde beginnen met het laten zien eigenlijk hoe het is begonnen voor ons in het Verzetsmuseum Amsterdam. Misschien kan dat beeld even getoond worden. Ja, hier is de uitreiking van de Raak Stimuleringsprijs 2018. Dat werd net al eventjes gezegd. En dat was voor ons het startpunt om ons volledig te gaan inzetten ook op de toegankelijkheid. Nou, we hebben als eerste Verzetsmuseum Junior toegankelijk gemaakt. Je ziet hier een meisje die aan het testen is en volledig blind is. Maar we hebben ook bijvoorbeeld dingen gemaakt voor de doven en de slechthorenden in vorm van een audio-tour, in videotour bedoel ik, excuus. En op dit moment, we zitten hier ook in deze tentoonstelling nu, zijn we bezig met het testen van onze wisselexpositie Wees Moedig over de februaristaking tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarin willen we alle technieken testen die we straks ook in de vernieuwing van onze vaste tentoonstelling gaan toepassen. Nou, daarbij zijn een aantal vragen van belang. Hè? Wat zijn nou de punten die je juist wel moet doen? Maar wat zijn ook punten waar je wat je niet moet doen? En eigenlijk is het ook nog heel interessant om te praten over wat je misschien wel zou kunnen doen, maar ook misschien niet. Dus de maybe's, nou, dat heb ik er voor nu even uitgelaten, want anders dan ben ik een uur zelf aan het praten. Maar wat moet je nu wel doen? Bepaal doel en doelgroep. Voor het Verzetsmuseum Amsterdam is het belangrijk dat een museumbezoek zelfstandig is voor zowel doven, slechthorenden als zienden, of blinden en slechtzienden. En wat is dat zelfstandige museumbezoek nou? Niet dat je zelfstandig naar het museum toe komt en je boekt een audio, je boekt een audiotour specifiek, of je boekt een begeleiding, of je boekt een museumdocent. Nee, je kan op elk willekeurig moment van de dag het museum binnenstappen en dan is er apparatuur voor jou beschikbaar die jou verder helpt. Dat ga ik zo meteen verder vertellen. En stel de juiste vragen aan de juiste mensen. Ga niet zomaar in het wilde weg iets ontwikkelen. Je ziet hier een... ik ben net weer even in beeld. Als hij nog heel even terug mag, want dit vind ik wel erg belangrijk. Je ziet hier een hele rij namen. En deze rij namen die groeit alleen maar. Je ziet ook verschillende stichtingen, verenigingen, organisaties. Dit zijn allemaal mensen waarbij wij voor de ontwikkeling al mee in gesprek zijn gegaan. Van wat is jullie wens? Waar lopen jullie in de huidige museumsituatie tegenaan? En wat zouden jullie nodig hebben voor een zelfstandig bezoek?
En vervolgens zijn we allerlei dingen gaan ontwikkelen en gaan testen en gaan aanpassen. Nou, wat zijn nou de do's? Wij gebruiken geleidelijnen. Je ziet ze hier op de foto ook liggen. Je ziet vloermarkeringen in de vorm van noppenvelden. Die noppenvelden geven aan waar je informatie kunt vinden en waar je audiotour weer verder gaat. Dat zijn de startpunten waar je ook in de audio naartoe verwezen wordt. Je hebt verschillende voelobjecten in de tentoonstelling die ook slaan op het verhaal waar je op dat moment mee bezig bent. Er is een klem voor je stok, zodat je ook rustig eventjes je handen kunt gebruiken en nog weet waar je je stok gelaten hebt. We hebben gekeken wat een prettige lichtbalans is en wat een prettig contrast is tussen bepaalde waardes in. We hebben ook gekeken daarbij bijvoorbeeld naar de tekstborden. Wat leest nou prettig? Zwarte letters op wit of witte letters op zwart of de verschillende gradaties daarin. Nou, we zijn daartoe tot een tussenoplossing gekomen en hebben daarbij ook de leestekst zelf bekeken, de lettertypes, wat leest prettig, wat leest niet prettig. In de audiotour zijn dus ook loopaanwijzingen en aanwijzingen van op tafelhoogte kun je het volgende activeerpunt voelen. Er zijn lijnen op de muur aangebracht die je weer helpen naar verschillende activeerpunten. En we hebben braille toegevoegd op selectieve plekken. Dus niet het hele museum vol, want dan zou je helemaal stapel worden van alles wat je met je handen moet lezen. De ervaring leert dat het prettig is dat je af en toe eventjes niet met de audio hoeft bezig te zijn, maar met je vingers, met de tast bezig te zijn. Maar dan wel in afwisseling met de audio die je hebt. En daarbij hoort dan ook een zitplek. Want dan kun je rustig eventjes een zittende tijd daarvoor nemen ook. Voor de audiotour gebruiken we de podcatcher van GuideID. Op de podcatcher hebben we nu plakknoppen toegevoegd. Omdat de podcatcher normaal gesproken een plat iets is. Daarbij moet ik ook zeggen dat je bij de uitleen rekening moet houden. Dat je wel even uitlegt wat de boven- en de onderkant is. Want anders dan heb je nog een moeite met de activatie. En we hebben een ringleiding die draagbaar is, toegankelijk voor mensen die slechthorend zijn, zodat de audio direct op het gehoorapparaat komt. En voor de doven die Nederlandse gebarentaal kennen, hebben wij een videotour. Nou, waarom ben ik daar nou extreem tevreden en blij over? Dit kun je downloaden op je eigen tablet of telefoon. Geldt ook voor de tour in voor de blinden en de slechtzienden overigens. Die kunnen dat ook thuis al downloaden en zich voorbereiden. Maar alle startpunten, alle blauwe vierkante bordjes die je nu op het beeldscherm ziet boven die blauwe lijn, zijn bruikbaar voor zowel de podcatcher, voor zowel je eigen telefoon als de iPads die hier te leen zijn, of je eigen andere devices. En iedereen wordt bediend met dezelfde activeerpunten. En dat is, ja, vind ik echt heel fijn. Dat is inclusief. Je hoeft niet rekening te houden met, oh, ik moet nog een ander systeem. Of voor mij is dit en dit toegankelijk gemaakt, maar eigenlijk voel ik me er toch niet zo bij horen, want ik krijg een andere uitleg bij de balie. Verder als ja, allerbelangrijkste, testen en vooral ook aanpassen van wat je dan getest hebt en dan weer verder gaan testen. Het trainen van je medewerkers, neem je organisatie hierin mee. Want je kan als medewerker die dit allemaal bedenkt en initieert wel reuze enthousiast zijn, maar de organisatie moet het breed dragen. Nou, dat is binnen het Verzetsmuseum gelukkig. Maar alsnog is het belangrijk om ook de baliemedewerkers, om ook de museumdocenten en de mensen die vooral met het publiek in aanraking zijn te trainen. Nou, dat hebben wij gedaan door middel van kleinere bijeenkomsten met de medewerkers waarin ze vragen konden stellen. Maar ook een training van bijvoorbeeld Bartimeus over wat is nou slechtziendheid, welke bepaalde vormen zijn er, waar lopen mensen tegenaan, letterlijk en figuurlijk. En een training van wat telt over de dove cultuur en over wat doven en slechthorenden nodig hebben. En vooral ook
leer van elkaar. Vind niet de hele tijd opnieuw het wiel uit. Het wiel bestaat soms al. Soms hoef je dat alleen maar eventjes bij te schaven of aan te passen. Laten we een community zijn waarbij we de toegankelijkheid met z'n allen dragen. Ik denk dat dat het allermooiste is. Nou, vervolgens hebben we dan ook nog een lijstje wat we niet moeten doen. Die is heel kort. Die kan ik zo uitgebreid mogelijk maken, maar dat zijn eigenlijk de twijfelpunten, de discussiepunten waar we nu geen tijd voor hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat je stopt met denken dat je het iedereen naar de zin kan maken. Doordat er verschillende vormen van oogafwijkingen zijn, heb je dus ook te maken met verschillende ervaringen, verschillende belevingen. Iemand die witte letters op een zwarte tekst heel prettig vindt. Een ander iemand kan dat ongelooflijk vervelend vinden, omdat er juist te weinig licht wordt gebruikt. En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Dus ik denk dat je als organisatie zelf ook heel erg na moet denken van welke doelgroepen zijn er? Welke afwegingen maak ik? En wat doe ik wel en wat doe ik ook vooral niet? En met welke reden? Dat je het ook kunt verklaren richting de doelgroep. En dan is er al heel veel gewonnen, want iedereen is super blij dat er überhaupt iets gebeurt. Verder, wat ik zelf heel erg opvallend vond, is dat er geen behoefte is aan beeldbeschrijvingen. En eigenlijk ook niet aan ruimtebeschrijvingen. Dat heb ik vooral gemerkt bij Verzetsmuseum Junior. Daarbij was ik heel erg breedsprakig over. Je staat hier nu in een ruimte, je ziet vier huizen, je hoort de wind een beetje waaien van de audio, van de klimaatapparatuur. Maar mensen zeiden van, daar heb ik helemaal geen behoefte aan, want ik heb al heel veel energie nodig om naar het museum te komen, om het bezoek te brengen daaraan. En ik wil me graag focussen op juist de historische persoonlijke verhalen. Dus eigenlijk werd het bij ons steeds minder. Hier in Weesmoedig, de tijdelijke tentoonstelling, hebben we ook met heel veel beeldbeschrijvingen gewerkt, met heel veel objectbeschrijvingen. Bijvoorbeeld hoe bepaalde briefjes eruit zagen, heel klein en vergeeld en met gekrulde randjes. En ook daarbij was de reactie eigenlijk van ja, doe maar niet. Want ik kan het niet zien. Ik heb al heel veel historische informatie waar ik over moet nadenken, wat ik tot me moet laten komen. De verhalen spreken voor zich, die zijn al zo persoonlijk, dat ik eigenlijk geen ruimte meer heb voor die beeldbeschrijvingen. Nou, dat is anders dan bij de full-objecten. Bij de full-objecten, bijvoorbeeld zoals bij het full-object van de dokwerker wat wij hier hebben, heeft dat wel toegevoegde waarde. Daarbij was de reactie van ja, ik zie het beeld van de dokwerker schimmig als ik er langs loop op het Jonas Daniel Meijerplein. Maar ik weet niet wat het voorstelt. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken. Het is letterlijk niet tastbaar voor mij. Nou, hier bij het beeld van de dokwerker kun je het aanraken. En daarbij krijg je ook een audiobeschrijving over de houding. En over de betekenis van de kunstenaar daarachter. Verder hele praktische tip. Vloermarkeringen niet te dicht op de muur leggen. Dat bedoel ik met name de noppenvelden mee. Omdat je anders te dicht op de muur loopt. Dat is gewoon niet prettig. En waar we ook bij de test zijn achtergekomen, dat te veel activeerpunten heel erg vervelend werken. In Verzetsmuseum Junior hebben we voor de hele tour 6 activeerpunten. Er zit heel veel informatie achter 1 punt. En dat werkt gewoon prima. Hier in Weesmoedig hebben we dat anders aangepakt. Hier zijn 32 activeerpunten. Je komt ze om de 50 centimeter tegen, denk ik. En het is echt een woud aan activeerpunten, aan plaquettes. En dat werkt heel erg onrustig. Dat is niet fijn. Dus dat gaan we terugbrengen. Daar hebben wij ook weer van geleerd. En mocht je vragen hebben specifiek, stel ze in de chat. Bedenk je later vragen, kun je altijd mij mailen via mijn mailadres wat nu in beeld staat. En ik kijk graag even naar jou om te kijken of er al vragen binnen zijn gekomen en of ik vragen kan beantwoorden.
presentatie, heel duidelijk ook. Tot op heden heb ik nog geen vragen in de chat gezien. Tenminste, dat is op mijn scherm. Dus wellicht... ben ik zo duidelijk geweest? Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat iedereen ademloos heeft zitten luisteren. Ik hoop dat het klopt dat iemand mij kan bevestigen dat er geen vragen in de chat zitten. Oké, maar ik heb zelf wel een vraag aan jou. Maar heb jij nog een hele grote wens? Iets wat er op dit moment nog niet is, maar wat jij wel heel graag zou willen hebben op het gebied van toegankelijkheid in jullie museum? Ik heb een heel grote wens om het nieuwe verzetsmuseum, de nieuwe vaste expositie, helemaal toegankelijk te maken. En ja, we kunnen dat voor een groot deel doen. Maar even contact met Marmel, als dat lukt. Oké. Okay. Hoge aspecten gaat super veel geld in zitten. En ja, dat is gewoon niet beschikbaar. Dus hebben we mensen nog een potje liggen? Het Verzetsmuseum is er heel blij mee. En verder blijft het zich ontwikkelen. Ik hoop dat heel veel andere musea hier ook mee aan de slag gaan. En dat we, nou ja, wat ik al eerder zei, van elkaar blijven leren. En elkaar tips blijven geven. En zo blijven doorontwikkelen. En dat er voornamelijk heel veel mensen ook hierheen komen. En daarvan kunnen genieten. Ook al gaat het over de oorlog. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat jij en je team van alles hebben meegemaakt in jullie zoektocht en jullie ontwikkeling om het museum toegankelijk te maken. Wat is het allerleukste wat jullie hebben meegemaakt? Het meest verrassende, iets wat je totaal niet had zien aankomen? Ja, we hebben verschillende dingen ervaren en je stapt gewoon een totaal nieuwe wereld binnen. En dat is heel verrassend en heel leuk. En daarom is het ook zo fijn om met een klankbord in gesprek te gaan van mensen die ervaringsdeskundig zijn daarin. En ja, dan kom je wel tot leuke ideeën. We hebben zelf ook hier als staf een rondleiding gedaan met een blinddoek om. Dat we elkaar moesten gaan begeleiden. Nou, dan merk je eigenlijk pas hoe lastig het is ook om aanwijzingen te geven. En hoe het klimaat een rol speelt. Jij zei het vanochtend al eventjes tegen mij. Wat is het koud? Ik ben blij dat ik een vestje aan heb. Maar als je blind bent, dan komt die kou nog extra binnen. Je zintuigen staan extra op scherp. Wat ik ook wel interessant vond om te merken. Wij hebben ook met rolstoelen getest zelf. En dan merk je ook hoe schuin sommige dingen zijn. En hoe lastig het is om bepaalde doorgangen te nemen. En ja, dat kun je alleen maar meenemen in je ervaring. Om je tentoonstellingen steeds een stukje beter te maken. Ja, zelf ervaren. Zelf ervaren is het allerbelangrijkste. En dus de klankbordgroep. Ja. Die ervaringen van anderen, van de mensen die daar echt mee te maken hebben. Kan je misschien daar nog iets meer over vertellen, over die klankbordgroep? Hoe hebben jullie die opgezet of hoe kwamen jullie daartoe en wat was de rol daarvan? Ja, die rol die was heel erg belangrijk al voor de ontwikkeling startte. Om in gesprek te gaan, zo toen ik tijdens mijn presentatie ook al zei, om te vragen van waar hebben jullie behoefte aan? Want je kan van alles ontwikkelen, maar als daar geen behoefte aan is, dan houdt het op. Ik kan van alles bedenken, maar ik ben ziend en ik hoor goed. Dus ik kan me niet verplaatsen in die wereld. En dat is heel erg belangrijk. Dat is ook, daarom hebben we ook contact gezocht met Stichting Cubus, Bartimeus, Visio. De Oogvereniging is heel actief betrokken daar ook in. En via hun zijn ook diverse vrijwilligers weer geregeld. Die mee hebben gedacht, input hebben gegeven en die klankbordgroep die groeit eigenlijk alleen maar. Omdat we ook weer een nieuwe beleving nodig hebben, want we hebben mensen nodig die mee zijn genomen in het begin van de ontwikkelingen, maar ook mensen met een frisse blik, met een frisse ervaring die kunnen zien, kunnen ervaren hoe dat nu tot stand is gekomen en weer nieuwe input geven daarin. Mooi, dankjewel. Ik heb nog even gekeken. Ik zie nog steeds geen nieuwe vragen. Ik wil iedereen die dit webinar volgt van harte oproepen. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, plaats ze vooral in de chat. En dan wil ik hierbij het afronden, de vragensessie voor Sandra. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel Sandra. Het was heel erg interessant om jouw ervaringen zo uit de praktijk te horen. Van hoe pak je dat nou als museum aan? Onze volgende gast is uit Groot-Brittannië, dus ik ga nu over in het Engels.
A warm welcome to Marcus Dickey-Horley. Marcus is curator of public programs at Tate Britain and Tate Modern. He will tell us more about Tate's inclusion commitments. He also advises on how Tate can be made accessible for people with a visual impairment who make a visit independently, so without necessarily participating in a learning program. Marcus, we have live video contact with Marcus, and Marcus, the floor is yours. Feel free. So good afternoon, everybody. My name is Marcus Dickey-Horley, and I am speaking to you as representative of the Tate Galleries in the United Kingdom. I'm calling you from London at the moment, and just to describe myself, I am a older white male, and I'm currently wearing a pair of dark brown tortoiseshell glasses and a striped t-shirt, and I'm speaking to you from the sofa of my sitting room. I am pleased to be able to tell you though about our programs at Tate for blind and partially sighted audiences. We have four Tate galleries in the United Kingdom in three locations. Two are in London, and that is the original Tate Gallery, which is now called Tate Britain. Then the second is Tate Modern, which is, I think, Europe's largest modern art gallery. And then outside London, we have two more Tate galleries. One is in the north of England, and it's called Tate Liverpool. And finally, we have a gallery in St. Ives, which is a small fishing village in the south peninsula of England. So we're spread around the country. But we're very linked. So all four galleries join together. And we, as a team, deliver and create events for our audiences. And I work within the learning team, and my role is to curate and deliver events for visitors with sensory and mobility disabilities. Although more recently, I've been also curating events for people with neurodiverse disabilities, such as Asperger's and autism. But I'm going to focus very much on our services for visitors who are blind and partially sighted. These services are provided by three teams within Tate. There is the learning team, whose role is to interpret and explain the Tate collection. There is the visitor experience team, whose role is to welcome all visitors to the gallery. And there is the curatorial and conservation team, who decide what's going to be displayed within our galleries and look after the matters of conservation, so making sure that our sculptures are not damaged or deteriorated. And all three of these teams work together to deliver a programme which would welcome all visitors, but I'm going to talk particularly about how we welcome blind and partially sighted visitors. So I'm going to describe four different ways in which blind and partially sighted people might engage with the Tate Gallery. First of all, number one, through self-led independent visits. Secondly, number two, by booking a touch tour experience. Thirdly, number three, by booking onto an audio description tour. And finally, number four, by booking onto a creative workshop. And I'm now going to describe each of those four methods of engagement with some examples of what we've been doing recently.
But if I talk about what we've been doing recently, I do have to let you know that for the last year, our galleries have only been open for 4 months. In the United Kingdom, we have had an extended period of lockdown in which all cultural organisations like museums and art galleries have compulsorily had to close for all but a short period of time last year. And we've only recently reopened. So we've only been open again for 3 weeks. And the way in which we used to run our programmes in 2019-2020 is perhaps a little different to the way in which we are running programmes now in 2021 and looking to the future. Mainly, of course, because of issues around proximity, crowding, and touch risk. But first of all, let me talk about the experience that independent, self-led visitors might expect at the Tate Galleries. So all four of our galleries are very different, and I'm going to focus very much on the experience that people might get in the London galleries, Tate Modern and Tate Britain, because that's where I work. We receive thousands of visitors every day. Currently at Tate Britain, we're receiving about 2,000 visitors per day. And currently at Tate Modern, we are receiving about 5,000 to 6,000 visitors per day. This is a smaller number than we were receiving 2 years ago. 2 years ago, you could have added another 10,000 onto each of those figures quite realistically. And we were a popular venue. And most visitors who come to the gallery are making self-led independent visits in which they're not booked on to an event. And we can assume and presume that the majority of blind and partially sighted people who are visiting our galleries are coming with friends, families, companions, and are enjoying the galleries just as every other visitor is doing. But we need to prepare our galleries to be accessible and welcoming. So we work to ensure that within our galleries, factors like the environmental issues, like lighting, layout, and contrasts are satisfactory. And we do this according to a handbook, an access guidelines handbook that we commissioned in 2004 and which we are currently republishing 17 years on. And that draws upon the experience of an access advisory group of blind and partially sighted people who visited the Tate galleries, and also the experiences of other museums and galleries throughout the world who've also compiled access guideline documents. And so we work collaboratively, I think, with other museums and galleries to ensure that issues such as light levels, contrast, the placement of gallery furniture, and the size of interpretational texts next to our artworks is all satisfactory for a majority of visitors, including people who are partially sighted. We also work with our visitor experience team to ensure that the front of house team of visitor assistants are visually impaired aware. So we deliver as part of everybody's induction training and also as continuing development, a series of opportunities for our visitor assistants, who are the people who work with our audiences, to work with blind people to ensure that they are aware of, for example, the guiding needs that people might have, recognising visual impairment in visitors who come through the gallery doors, and also sensitively offering assistance to people who might possibly want some kind of support from a member of the Tate team. We also point out sculptures and artworks on display at the gallery that everybody is allowed to either touch or engage with.
At all of our sites, we tend to have at least one or two artworks, which are fine for everybody to touch. And certainly at Tate Britain, we have a number of sonic artworks, whereby the act of touching or looking at the artwork is only part of its appeal, and the sound, the music, and other sonic factors are just as important. The visitor welcome extends to other aspects of the gallery, such as the bookshops and the cafes and restaurants. So in the bookshops, we would supply magnifying sheets and seated areas where people can sit down and carefully look at and touch and examine any of the gift shop items or books that they might be interested in. And in our cafes and restaurants, we have large print menu guides. The waiters are trained to describe and read out the menu items. And so by using the skills and the description skills of the people who work front of house, we're able to give individual attention to people who might need a little more assistance with visual impairment access. But we also offer a number of other opportunities for people to book onto or request a more personal experience. And the first of these is the opportunity for a touch tour. Now, a touch tour is a booked personal tour for a small group of blind or partially sighted people, typically one kind of visitor unit or a small group, maximum probably three or four, to work with a pair of Tate visitor assistants, in which we will take the group around the galleries, facilitating the touching of some of the sculptures and describing things that we can't touch. So we work with the sculpture conservation team to agree a set of criteria for what we are able to allow blind visitors to touch. And there are five main rules that we follow. First of all, the artworks that we touch have to be owned by Tate. We don't touch borrowed or loaned in artworks. The artworks have to be made of materials which are not going to be damaged by touching. So we're very cautious around touching friable or delicate or powdery surfaces. We wear gloves. We don't touch with our bare hands, because even clean hands can damage surfaces such as bronze, brass, or marble. So we supply art handling gloves, which both the guide and the visitor will use. And we also only engage with works which you can easily reach by extending your arm. So we don't, for example, ever work with sculptures which are high up on plinths, and we would never use, for example, portable steps or blocks for people to stand on. We make sure that we only work with artworks that can be easily accessed from a comfortable standing or seating position. The touch skills have been developed by working with an independent training organisation called Vocalize. And Vocalize have come in to Tate, and they've trained a pool of our front of house staff in how to guide blind and partially sighted visitors and in how to help people to touch and engage with sculptures. And we've improved those skills by bringing in blind people to work with our new guides, especially, who might not have previously had a lot of experience of guiding blind people, just to make sure that issues around personal space, guiding and placement of somebody's hands, and allowing people the time to touch are all taken into account. These are quite popular, but not as popular as the next program which we offer, which is the audio description tour. Now, every month, we
have a morning set aside for blind and partially sighted people to come to the Tate Gallery, where they can, without booking, just turn up, come to a meeting point, and we will have a whole 3-hour session, which will involve describing artworks from the Tate Collection. So first of all, these are always held in the morning. People arrive in an hour time slot. And as people arrive, I have trained volunteers working on the audio description program, looking out at our entrances for blind and partially sighted people as they arrive. We escort people, guide them to the meeting room where we have breakfast. So we have coffee, tea and croissants. And we style this very much as a social event. We make sure that everybody in the room knows who else is in the room. And we also do something called Who's in the Room, where we'll go round the room and each participant, if they want to, will give their first name and which part of London or further afield they've travelled in from. That's optional, of course, but what we find is that if we don't introduce who else is in the room, people with no sight ability at all might not realise that close friends or people that they would really like to say hello to during the course of the morning are present. So it's about not just meeting a social circle of people, but also the Tate team of visitor assistants, volunteers and public programme curators will introduce themselves and audio describe themselves as well, explaining their appearance, who they are and what they do in the gallery. We use gallery chairs and we'll go up into a part of the display and we will carefully position people in seats, and a describer will then describe themed artworks in the collection. And we do follow a theme, so each time we run an audio description tour, it will be on a specific themes such as it might be linked to the seasons of the year, it might be linked to a particular artist who's on display at the moment, something that binds the morning together. We acknowledge as well that some visual impairments are linked to the aging process, and then there can be other secondary disabilities that our audience have. So that's why we always use gallery chairs. And we also provide hearing support equipment. So the describer will be using a microphone, and anybody in the audience who would like additional hearing and listening support can borrow a pair of earphones to wear so they can clearly hear everything that's being described by the audio describer. But it's not just about passively listening to descriptions. It's also about the chance to have a dialogue and discussion. So during the audio description session and afterwards, when we return to our meeting room, our audience have the chance to express opinions, ask questions, and offer their own interpretations on what they might have witnessed during the course of the morning. We try also to work with blind and partially sighted audio describers. So it's not unlikely that during an audio description event, the describer themselves will be blind or partially sighted. And as curators of Access Projects, myself and my colleagues will have prepared the describer by having a number of meetings beforehand and given quite a lot of mentoring and academic assistance, so that that person who's giving the descriptions has a very clear understanding of what they will then be describing to other blind and partially sighted people. The next engagement opportunity we offer is the creative workshop. And an example of a creative workshop that we're about to deliver is that in the autumn this year, we're going to be delivering a life drawing class in our Rodin sculpture exhibition.
So we will be inviting blind and partially sighted people to book on to a life drawing class, and we'll be taking the audience into the exhibition, placing ourselves and our drawing and modelling materials around Rodin's sculptures. And then a describer will be explaining Rodin's work, and two artist educators will be working with our audience, facilitating creative sculptural or drawing responses to Rodin's sculptures. We're going to be working with a life model, and what we have also done is had our life model scanned, and we've created a number of 3D prints of our life model's body. And this means that anybody who has no sight ability or very poor sight ability can handle a 3D printed model of the life model who will be sitting in the exhibition. And it just means that rather than the difficulties around touching a second person, which is something that we really wouldn't probably want to facilitate, people who really can't see our life model very clearly can handle a 3D printed model of that person. And then we have a variety of different drawing materials, including charcoal, paint, but also wax, wired wax, pieces of sculpture bending wire, and surfaces where you can scratch away in order to reveal texture underneath. We also work with raised image printing equipment. So if somebody was to produce a two-dimensional drawing, we can run that drawing through something called a Zychem heat fuser. And that translates a two-dimensional drawing into a three-dimensional raised image. So that's another way in which blind and partially sighted people can engage with a program at the gallery to have a clearer and better understanding of our collections, our displays, and our exhibitions. And these are always changing. And although the Tate galleries have a permanent collection, only about 10% of what the gallery owns is on display. The other 90% is in storage or on loan to other museums. And this means that if you visit the Tate Gallery 1 month and then you leave an amount of time and come and visit in 6 months' time, you will see or witness significant changes in the collection. And our temporary exhibitions also typically only last about 4 months. So there's quite a tempo of change within the gallery. So we always have a lot of fresh new material to work with. Typically, we get about 25 to 30 people coming to an audio description tour. A creative workshop has to be a slightly smaller event because of the one-on-one teaching that takes place. So typically we'll have about 10 people at a creative workshop event. So that's been a summary of the program that we offer at the Tate Galleries for blind and partially sighted people. I'm going to hand back now to the event host and moderator to continue the conference now. I can, yes. Presentation during the webinar about all your tours you're having in the Tate museums. Luckily, some questions have popped up. And one of the, yes, indeed. And quite some people are really, really interested in your guidelines. And people are wondering how they can get them. Is there any possibility for them to get the guidelines you're using in your museum for accessibility? Yes, so at the moment, this is a project which will be launched in the summer. So currently we're working with a consultant to create and put together this set of guidelines, which is primarily intended as an internal document. So our curators, our exhibition designers,
our designers and everybody who works together back of house and front of house will have the guidelines as a resource. What I think I had better do perhaps is enable my email address to be circulated to anybody who's interested in this. And once the new guideline documents are created, I can send a message out about how we can facilitate the sharing of this document with other institutions, individuals, and museums. Well, that's wonderful. I have another question, this time from Alicia, and she says, does these touch tours also include the use of other senses? I'm aware of the irony because of the name, but is there another way for people with visual impairments to access the display collections other than touch only? Yes, so we call these touch tours, but we do far more than just touch sculpture. The Tate collection and the displays and exhibitions cover a very, very wide range of media materials, and indeed some of them are even whole room installations. So we will use a combination of touch, description, and then if there is another element to the artwork, like for example sound or some kind of durational element or a locational element, we'll include that. Examples might be, we are currently showing a display of work by Joseph Boyce called 100 Oak Trees. And as it sounds, 100 small oak tree saplings have been planted in containers around Tate Modern. And that gives us an opportunity not just to touch, but also to experience the outdoor. Another example might be the sculpture gardens in Tate St. Ives, where we've got a huge display in a landscape garden of sculptures by Barbara Hepworth. And that enables us not just to touch the sculpture, but also to experience the location and placement of sculpture in a landscaped garden environment. Yeah, thank you so much. These are wonderful examples, combining the inside and the outside to have a completely different experience. Thank you so much for your examples. I have some more questions coming from Laurine this time. And she says, thank you so much. This was really interesting. And she's wondering, is the museum closed for the rest of the public during the audio description tours? And do you provide the same level of information for all visitors, people with or without impairments? Yes, so our touch tours and audio description tours and creative workshops are delivered during gallery opening hours. So we will go up into gallery rooms and the general public will be walking among us or around us. And I quite like that because it's important, I think, that blind and partially sighted people have equal access to our galleries during opening hours. And it's important that sighted people witness and experience the fact that we are delivering programmes to blind and partially sighted people. Because not only are we able thereby to demonstrate our inclusion commitments, but it's not unlikely that those people will go away and tell friends and colleagues that they saw touch tours or description tours at Tate. And that might be a way of us developing and inviting new audiences to contact us. Clear, thank you so much. And now I have a very Dutch question for you. One of our attendants is asking, what are the costs for a creative workshop? Every tour, workshop and touch tour is free. Even if we take our blind visitors into a ticketed exhibition space, all programs are free. Wow. That's wonderful. Okay,
Yeah, that's really different from the Netherlands, I assume. So yeah, I know. So I have another question for you. The participants on the creative workshops, are they always different persons, or is it a group that returns often, so like a course, or is it a one-time event? Yes, so I find that we get different people every time we run an event, although it is true to say that many people return over and over again, because we have styled our events not just as academic opportunities, but as social opportunities. So a lot of people who come along to, for example, an audio description tour, come every month or as many months as they can, because they know that they're not just going to get fair and equitable treatment by Tate, but they're also going to meet other friends, other blind and partially sighted people, and through that are able to extend and expand a social network and also hear news about what else is going on. Well, very clear. Thank you so much. So until now, I haven't received any more questions. So I would like to thank you so much for your presentation and your answers. And I would like to go back to the next part of the presentation. Thank you so much. Nu gaan we door naar onze volgende spreker. Marianne Pophenk is bestuurslid van Stichting Cubus, Kunst en Cultuur voor Blinden en Slechtzienden. Nou, wat deze stichting doet, daar zal ze zelf verder uitgebreid op ingaan. Daarnaast is ze ook testpersoon voor hier in het Verzetsmuseum om de opstelling, de toegankelijkheid ervan, te testen. Marianne, ik geef je graag het woord. Dankjewel. Ben ik in beeld, denk ik? Ja. Nou, Stichting Cubus. Stichting Cubus bestaat al meer dan 30 jaar. Maar wij moeten ons elke keer toch nog wel presenteren en uitleggen wat Cubus doet. Cubus is een stichting. Je kunt donateur worden van ons. En het maakt kunst en cultuur toegankelijk voor blinden en slechtzienden. En dat al meer dan 30 jaar. We zijn begonnen als een beeldhouwgroep. Arend Knot was daar de oprichter van en heeft het initiatief genomen. Er zijn ook Cubus kunstenaars. Onderhand zijn we met 52 kunstenaars die ook exposeren. We hebben nog beeldhouwweekenden. En wij hebben een groep excursie en advisering. En excursie en advisering, dat wil zeggen, wij houden elke maand een excursie ergens in Nederland. In een musea of een culturele instelling. En dat doen wij ook dat wij begeleiders in ons midden hebben die ons begeleiden. En dat is wel bijzonder, want sommige mensen hebben geen begeleiders en die kunnen toch zo naar een museum toe. En dan hebben wij ook nog een poot met advisering. We adviseren ook musea met tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld ook het Verzetsmuseum. Nou, we hebben ook al de vorige sprekers gehoord. En wat van belang is, is dan ook de ontmoeting. Waarom gaan blinden en slechtzienden naar een museum? Om elkaar te ontmoeten, maar ook om te praten over iets anders dan over je eigen handicap. Je komt in aanraking met kunst en cultuur en je hebt hele andere onderwerpen waar je elkaar kunt ontmoeten. En natuurlijk komt er misschien een stuk lotgenotencontact, maar ook is het prettig als je over iets anders kunt praten en kunst is daar een goede aanleiding voor. Wij adviseren ook, maar dat doen wij ook als wij excursies voor gaan bereiden. Dan gaan wij op werkbezoek naar musea en dan vragen wij wat is toegankelijk. Mogen we de dingen aanraken? Zijn er goede rondleiders? Is er ook rekening gehouden met de toegankelijkheid over lopen bijvoorbeeld? Vaak ook oudere mensen, misschien hebben ze een rollator. Of een stok, een loopstok waar ze moeilijk mee, of die dan hun helpt om te lopen,
vooruit te komen in een museum. Dus wij controleren ook eigenlijk alles. Is het interessant ook? Nou, daarbij is het ook van belang dat musea toegankelijk worden voor persoonlijk bezoek. Dus dat je alleen naar een museum kan gaan. En dit hoorden we ook, het Verzetsmuseum is ook al heel hard aan bezig om toegankelijk te worden voor persoonlijk bezoek. Dus individueel bezoek. Natuurlijk wel, kun je iemand meenemen, maar je kunt ook alleen in een museum rondlopen. Van belang is ook, als wij een excursie hebben, niet te veel. Want het is ook al gezegd, door Sandra is het ook al gezegd, en je hoorde het ook wel door Mark, die dat vertelde in de musea in Engeland, of in Londen. Niet te veel aanbieden. 5 beelden aanraken en bespreken zou al genoeg zijn. Bijvoorbeeld beelden aan zee, die zoekt dan de beelden uit. En nou, niet te veel. 5 is ook al veel. Met schilderijen net zo. Wat wil je van een schilderij weten? En als je dan 3 schilderijen besproken hebt, dan is het ook al vaak genoeg. Want dan moet je dat op in je opnemen. En nou, er zijn veel vragen, kleuren, composities en nou, van alles over de schilder natuurlijk ook. En vaak is dat al voldoende om, ja, om mee aan de slag te gaan. Ook in de discussie of de, ja, wat je dan achteraf hebt. Wat ik heel mooi vond in Londen, wat hij daar vertelde, dat je dan ook gingen ontbijten en dat je dan ook sociale contacten hebt. En dat hebben we hier in het Verzetsmuseum natuurlijk ook meegemaakt met de bevrijdingslunch. En dat je elkaar ontmoet, maar dat je dan ook tijd hebt om met elkaar te spreken. Van belang kan ook zijn dat je een maquette in je museum hebt, zodat je weet van hoe een museum eruit ziet. En dat je een beetje een voorstelling kunt maken van de buitenkant van een museum. Zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum. Dat zijn ook allemaal hele interessante gebouwen. In Beelden aan Zee hebben ze ook een maquette. We hebben ook veel advies gegeven aan de mensen die de Raakprijs hebben verdiend. Daarvoor heeft Cubus ook een groot aantal beoordelers. Die gaan naar het museum en die beoordelen dan een museum. Die wonen dan vaak ook in de buurt. Dan hoef je ook niet zo ver te reizen. Dat hebben wij dus ook in de aanbieding. En ik zou zeggen tegen de musea die met toegankelijk bezig zijn, om daar ook gebruik van te maken. We hebben heel veel mensen die ook met kunsten of in kunst geïnteresseerd zijn. En nou, die het ook heel erg leuk vinden om te testen. Is ook van belang natuurlijk om een museum toegankelijk te maken. Testpersonen, dat is natuurlijk ook al een beetje een dingetje. Heb je te veel mensen, bijvoorbeeld veel slechtzienden, die zullen allemaal op hun eigen wijze vertellen wat zij aan verlichting nodig hebben. Eentje van boven, eentje van beneden, eentje van achteren, eentje fel, eentje gedempt licht. Nou, daar kom je natuurlijk niet uit, dus je moet ook een compromis sluiten. Zo is dat ook met wat Sandra ook al vertelde, met letters. Is het op wit op zwart of zwart op wit of geel op groen? En dat is natuurlijk best wel lastig. Daarom is het ook goed om een groep testpersonen, dat het in ieder geval uit 2 slechtzienden zou kunnen bestaan. Bijvoorbeeld met verschillende oogaandoeningen. Maar voor blinden is het natuurlijk ook heel erg van belang. Je hebt mensen die blind geboren zijn en die de wereld anders beleven dan mensen die op latere leeftijd blind geworden zijn. Die hebben nog misschien een stuk voorstelling, iets over kleur. En dat hebben die mensen die blind geboren zijn niet in die mate. Ik kan er ook niet over oordelen, want ik ben niet blind geboren, ik ben blind geworden. Maar dat is wel wat om mee te nemen bij testgroepen. Dan is het ook van belang als je gaat experimenteren. Of om te kijken van of je museum ook toegankelijk kan gemaakt worden.
zorg dat je goede apparatuur hebt. Dat als je een app hebt, dat die ook samen ontwikkeld is met voice-over. Dat wordt nog wel eens vergeten, dat is jammer. Want als je dat achteraf moet gaan doen, ben je meer geld kwijt om dat weer helemaal opnieuw te gaan ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld nu ook een groep studenten uit Delft begeleid in hun projecten. En dan zeggen we ook elke keer, kijk wat er al is, maar vergeet niet van het begin af aan je apparaat goed te laten functioneren voor blinden en slechtzienden. Zodat dat je ook met voice-over meteen erin gebruikt. En laat het testen. Want het is heel makkelijk, want op voice-over zit op elk apparaat van je telefoon. En dan is het natuurlijk ook de looplijnen, dat het ook consequent in alle musea ook hetzelfde is. Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Het Verzetsmuseum heeft natuurlijk ook wisselende tentoonstellingen. En dat doet me dan denken persoonlijk aan het Duitse Historisch Museum in Berlijn. Dat is een van de tentoonstellingen of een van de musea waar je als blinde helemaal alleen heen kunt gaan. Ik ben in de gelegenheid geweest om daarmee in de testfase te zitten. Dat we om de tafel zaten en ook vertelden wat nodig is en wat je nodig hebt. En een kleinigheidje is ook wat ze hier ook overgenomen hebben. Dat is dat je je tasstok ook kwijt kunt. Dus dan heel simpel met een rubbertje. Dat je de stok eventjes erin kan stoppen en dat je handen vrij hebt. Ook braille is van belang, want als je slechtziende hebt die zeggen, nou, braille is niet zo belangrijk. Ik vind braille heel erg belangrijk, dat daar gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook in het Duits Historisch Museum aangepast, ook met de voorwerpen. Het is ook een wisselende tentoonstelling elke keer. Je kunt er helemaal zelf in. Ook als doven hebben ze ook, wat ze hier ook gaan doen, video's in gebarentaal. Rolstoel toegankelijk. Makkelijk lezen. Ook van groot belang natuurlijk. En het is begonnen met de tentoonstelling van Martin Roemer in het Duits Historisch Museum. En dat was Eyes of War heette die. En die was ook in Rotterdam geweest in de kunsthal. Daar werden blinden uitgenodigd, maar het was helemaal niet toegankelijk. En in het Duits Historisch Museum heeft daar de Berlijnse Oogvereniging gezegd van, als je blinden uitnodigt, dan moet dat gewoon toegankelijk zijn. Nu heb je ook het VN-verdrag. Dan was de directeur van de Oogvereniging, die refereerde daar al aan. Handicap. Dus dat is natuurlijk ook al, omdat het in Nederland is het nog maar heel kort geratificeerd. In andere landen is dat al veel meer. En het mooie is van, ja, dat het voor iedereen toegankelijk is. Voor blinden, doven, mensen die weinig prikkels nodig hebben. En je ziet ook steeds meer in Nederland dat daar gebruik van wordt gemaakt. Wat me ook nog opviel bij Londen, dat was dan dat je het gebruik van handschoenen. Dat is nogal een dingetje hoor. Want welke handschoenen gebruik je? En elke keer kom je dan, is het stof, is het van plastic, is het van weet ik veel wat voor materiaal. En laatst had ik een handschoen en dachten ze, nou dat is de ideale oplossing. Maar er bleken allemaal van die kleine puntjes aan te zitten, dus daar kon je ook helemaal niks mee voelen. Ja, het is een hele uitdaging om een museum toegankelijk te maken. Maar betrek dan ook de doelgroepen er heel goed bij. En dat wordt gelukkig ook gedaan nu. Cubus is er natuurlijk ook heel erg druk mee bezig om daar advies aan uit te brengen. En we hebben ook echt heel veel testers in ons midden. Dus dat is heel erg mooi. Maar ook bij de doven. En de slechthorenden, ook met de rolstoelen, maar we hebben natuurlijk ook doofblinden. Maar we hebben ook blinden die in een rolstoel zitten. Dus er komt eigenlijk alles wel weer samen.
Ik ben wel heel erg blij dat er oog en oor voor is. En wat ik ook van belang vind is de samenwerking met alle instanties. Met de musea, maar ook met de oogvereniging, met Cubus, met oren en ogen tekort. Dat er een goede samenwerking is en dat we niet elkaars concurrenten zijn, maar dat we elkaar aanvullen en vooral ook het samenwerken. De toegankelijkheid van de website, want dat het wiel ook niet uitgevonden gaat worden, want er is al zoveel, ook met de ontwikkeling van de app. Leer van elkaar, laat elkaar meegenieten van je eigen ontwikkelingen en vind het wiel, wat Sandra ook al zei, niet zelf elke keer uit. Wat is er nog meer te zeggen? Ik heb heel veel zin om naar Londen te gaan, want daar doen ze heel veel in het museum. Daar kun je de hele dag doorbrengen, heb ik het idee. Als ik alleen naar het museum ga, naar het Deutsch Historisches Museum bijvoorbeeld. Daar kan ik ook een hele ochtend doorbrengen, omdat ik daar ook zelf heen kan. Maar ook mijn eigen tijd kan bepalen en ook alles op mijn dode gemakje kan doen. En dat denk ik dat ik dadelijk dat in het Verzetsmuseum ook kan doen. Want hier hebben ze ook mooie audiotours en als je alles wil luisteren en voelen, dan ben je wel eventjes onderweg en dan heb je een heel leuk uitstapje. Wij zijn niet alleen voor musea, maar wij zijn ook voor culturele instellingen, bijvoorbeeld een bezoek aan een molen. En als we dan werkbezoek hebben gedaan, dan weten we ook van dat het goed toegankelijk is voor onze doelgroep. En dan wil ik ook nog zeggen, gratis is natuurlijk in Nederland ook niet alles. Maar we kunnen natuurlijk ook, als we gebruik maken van gidsen in musea, dus hangt natuurlijk ook wel een prijskaartje aan. Het zou natuurlijk mooi zijn als alles gratis is, maar de museumjaarkaart helpt daar ook wel bij. Hè? Dus daar kun je ook mooi gebruik van maken. En dan heb je ook nog bankpasjes die ook gratis toegang geven. Steeds meer musea die maken er gebruik van. Ik zou zeggen van, ik ben blij dat ook de Raakstimuleringsprijs mogelijk daaraan kan toe bijdragen. Dat de toegankelijkheid van musea voor iedereen dus inclusief ook wordt. Nou, dit was eigenlijk wel een beetje mijn bijdrage. En ik weet niet of er dan nog vragen zijn. Nou, Marjan, allereerst hartelijk dank voor je duidelijke presentatie. En er is daadwerkelijk wel een vraag voor jou, inderdaad. Er zijn er zelfs twee. En de eerste vraag is die ik zie. Wat bedoel je met de looplijnen in alle musea hetzelfde? Nou, je hebt de richtlijnen voor geleidelijnen. En soms dan gaan ze iets verzinnen van, als we maar één lijntje hebben, dan is dat wel voldoende. Maar er zijn richtlijnen, die kun je ook bij de oogvereniging opvragen. Dat is gewoon bepaald. Een handboek, hè, waar Mark het ook al over had. Gewoon een handboek voor toegankelijkheid. Nou, we hebben dat ook bij Cubus. Staat ook op de website als het goed is. Cubus, Cubes.nl. Dat is onze website. Daar staat ook het handboek op de richtlijnen voor musea. Nou, fantastisch dat je. Want dat was eigenlijk ook de volgende vraag. Ik kan me voorstellen dat er misschien een heleboel mensen in het webinar zijn die graag contact met jullie willen opnemen. Is dan de website de beste manier daarvoor? Ja, ik denk het wel, want daar staan ook alle e-mailadressen op. En Ben van der Pluim is onze secretaris. En als u naar Cubus stuurt, dan komt het bij hem terecht. En hij strooit het dan uit over waar het heen moet. Bijvoorbeeld ook bij de adviesgroep of bij de excursiegroep. We begeleiden ook studenten. Die vragen worden dan ook beantwoord. En of we gaan erheen of
We kunnen het via e-mail of zo kunnen we die beantwoorden. Maar het is wel van belang, ja. Nou, prima. Misschien kan je nog één keer de website noemen. Dat is Qubes, Qubes.nl. Fantastisch. Nou, dan weet ik zeker dat ze jullie weten te vinden. Ik heb nog één vraagje. Oh, ik heb ook een compliment gekregen hier van Anne Maartje. Anne Maartje zegt, Marianne Poppink, wat een ontzettend complete presentatie. Oh, dankjewel. Dus die kan je in je zak steken. Ja. En ik heb er nog eentje. Ik weet niet of jij daar een voorbeeld van kan geven. Ik ga hem toch stellen. Dat hij iets buiten je presentatie valt. En als je daar geen antwoord op hebt, prima. Dan gaan wij vanuit de oververeniging daar verder op antwoorden. Er is namelijk iemand die vraagt van, joh, heb je een voorbeeld van een goed toegankelijke website voor blinden en slechtzienden? Heb jij bijvoorbeeld een persoonlijke favoriet? Nou, ik kan zeggen, dat is ook al genoemd, van de NS. De NS vind ik een goede website. Ze hebben ook een hele goede app. Maar de app is natuurlijk niet hetzelfde als een website. Maar daar wordt ook nog steeds elke keer aan gebouwd. Hè? Van, hoe maak je een website vanaf het begin toegankelijk? Bartimeus is daarmee bezig. En daar zitten natuurlijk ook wel mensen die daar verstand van hebben. Maar laat een website ook van het begin af aan, net als een app... toetsen op de toegankelijkheid. En daar zijn ook testpersonen voor. Wij testen ook wel websites voor musea. Van zijn ze toegankelijk? Laatst hebben we nog voor het Mauritshuis een website getest. Prachtige website. Maar helaas niet helemaal toegankelijk voor blinden en slechtzienden. En dat is dan wel jammer. Ja. En zo was ze ook voor Beelden aan Zee. Maar ja, daar moet ook elke keer aan gewerkt worden. Maar doe het van begin af aan. He, wat dat zou de oogvereniging waarschijnlijk ook zeggen. Van, doe het van begin af aan, want anders zit je daarna nog met veel meer kosten. Ja, en dan nog een laatste vraag heb ik van Laurien. Hoe kun je mensen met een visuele beperking zoveel mogelijk tegemoetkomen in de voorbereiding op het bezoek aan het museum? Dus welke informatie mag bijvoorbeeld niet ontbreken? Nou, in ieder geval een goede website. Dat je al van tevoren geïnformeerd bent van wat heeft het museum te bieden. En hoe kun je nog meer? Ja, eigenlijk is de website daar van het grootste belang. Dus als je een goede website hebt waar je je al kunt voorbereiden. En welke informatie zou je dan graag vinden op zo'n website? Wat er te beleven is. Dat de schilderijen bijvoorbeeld goed beschreven zijn. Of in ieder geval... Ja, goed beschreven, ook met kunst, iets over de kunst. Nou, de Mauritshuis, daar moet je echt eens even gaan kijken. Die heeft een prachtige app ook ontwikkeld. Of ook een website ontwikkeld. Waarvan je de schilderijen ook gedetailleerd kunt bekijken. En er staat ook een stukje inhoud in. Bijvoorbeeld van een kind bij een kinderstoel. En er ligt dan ook, wat ik dan niet zo goed... ontdekt zou hebben anders, iets van snoepgoed. En dat komt dan uit Brazilië. En dat is dan, of het goed of slecht is. Maar dat heeft ook met de slavernij natuurlijk weer te maken. Maar die hebben een prachtige website, maar helaas niet helemaal toegankelijk voor blinden en slechtzienden. En dat is jammer. Ja, dat snap ik. Nou, tot zover alle vragen, Marjan. Hartelijk dank voor al je antwoorden. En we gaan weer door naar het volgende onderwerp. Ja, dankjewel Marianne. Ik sluit me helemaal bij het compliment aan. Een heel compleet verhaal. En volgens mij ook een heleboel aanknopingspunten voor de mensen die straks een plan willen gaan indienen voor de Raakstimuleringsprijs. En de Raakstimuleringsprijs 2021, daar zal ik nu iets meer over gaan vertellen, want die gaan we vandaag lanceren. De Raakstimuleringsprijs, daarvoor kun je een plan indienen om je museum meer toegankelijk en inclusiever te maken voor mensen met een visuele beperking. De Raakstimuleringsprijs mogen we als oogvereniging dit jaar uitreiken in navolging van het Oogfonds. Het is een samenwerking, dat doen we in samenwerking met Accessibility, onderdeel van Bartimeus en Visio. En het wordt gesteund door een heleboel samenwerkende fondsen in het oogveld. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor kunnen we 3 mooie prijzen uit gaan reiken dit jaar. De eerste prijs is ter waarde van 30.000 euro en de tweede prijs ter waarde van 20.000 euro. De derde prijs ter waarde van 10.000 euro.
Om mee te doen aan de prijs als museum moet je een plan indienen bij ons voor 1 september. In de maand september gaat onze jury zich over alle binnengekomen plannen buigen. We hebben een mooie jury samengesteld en ik stel de juryleden graag aan jullie voor. Het eerste jurylid is Vincent Beido, cabaretier en columnist. Dan hebben we Roland van Grinsven, adviseur toegankelijkheid. Adrie Hopman, bestuurslid van Stichting Kubus. Lisbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum. Johanna Jacobs, oud-conservator het Markiezenhof. George Kabel, filosofiedocent en kunstenaar. Ingeborg van der Pel, van het ministerie van VWS en Iedereen. Gracia Tam, deelnemer van Zienswijzer 2019. En Siebe Weide, hij is adviseur en voormalig directeur van de museumvereniging. Nou, zoals jullie horen, een hele samenstelling van deskundigen en ervaringsdeskundigen uit het veld. Met verschillende achtergronden die elkaar mooi aanvullen. Nou, wat zij gaan doen is alle binnengekomen plannen gaan ze lezen en beoordelen. En zij kijken dan, nou, wat gaan de 3 finalisten worden? Die 3 finalisten die komen op de website van de Rijksstimuleringsprijs. En daar kan het grote publiek op gaan stemmen. Dus het grote publiek bepaalt wie uiteindelijk de 1e, de 2e en de 3e prijs gaat winnen. Maar eigenlijk is het zo, we hebben natuurlijk 3 prijzen. Dus alle finalisten zijn in feite al prijswinnaars. En dan vraag je natuurlijk af, ja, waar moet zo'n projectplan dan aan voldoen? Waar gaat de jury naar kijken? Nou, dat zijn een aantal verschillende dingen. Ik zal een aantal uitlichten. Eén daarvan is bijvoorbeeld de mate waarin ervaringsdeskundigen ook bij het project worden betrokken. Een andere is de mate waarin het plan invulling geeft aan dat bezoekers met een visuele beperking zelfstandig, of zeg maar met hun eigen familie of vrienden, het museum kunnen bezoeken. Een andere is ook dat we het heel belangrijk vinden dat het plan niet alleen toegankelijkheid voor mensen met visuele beperking verbetert, dat natuurlijk ook, maar we willen dat het de meerwaarde is voor alle bezoekers die het museum bezoeken. Nou, we verwachten geen ellenlange projectplannen van tientallen pagina's. Het gaat om een beknopt projectplan, maar er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden, een aantal dingen die we graag willen dat erin terugkomen. Nou, één daarvan is bijvoorbeeld dat we je vragen om in je plan ook een advies op te nemen. Hè? Dat je dat gaat doen van een van de expertisecentra, Visio of Bartimeus. En ook dat je ervaringsdeskundigen betrekt van Stichting Kubus of je oogvereniging. Nou, dat zijn een aantal voorwaarden, maar er zijn natuurlijk nog wel wat meer dingen waar je rekening mee moet houden. Die vind je allemaal op de website www.raakstimuleringsprijs.nl. En dan kun je klikken op prijzen. En daar kun je het document downloaden waarin de hele procedure staat uitgelegd en ook alle voorwaarden. Dus www.raakstimuleringsprijs.nl. Nou, dan zijn we bijna aan het eind gekomen van dit webinar. Ik geef als laatste nog het woord aan Luc-Jan Boon, directeur van de Oogvereniging, voor de afsluiting. Oké, dankjewel Carlijn. Nou, ik ben er maar bij gaan zitten, want het is zoveel informatie dat ik even tot me in laat dringen. Je hebt verschillende sprekers gehoord. Je hebt adviezen gekregen dat je goed vanaf het begin moet nadenken wat je wil doen. Dat je niet in het wilde weg moet ontwikkelen. En je hebt ook kunnen horen van het Tate Modern dat ze nu in staat zijn dat slechtzienden en blinden zelfstandig ook naar het museum kunnen komen. Dus we hebben ook heel veel verschillende vragen gehad via de chat. Ook heel veel praktische vragen. Dus ja, dus toont toch aan dat het leeft en dat er veel belangstelling is. En ja, dat is eigenlijk wat de bedoeling is van deze Raakstimuleringsprijs. Dat het gaat leven en dat het zich meer ontwikkelt. Dus ik hoop dat dit een mooi begin is en dat jullie enthousiast geworden zijn om voorstellen uit te werken en die ook gaan indienen bij de Raakstimuleringsprijs. En dat het inderdaad een impuls kan zijn voor de bredere beweging in de museumwereld om nog meer toegankelijk te zijn dan je nu al bent. Nou, bedankt voor dat jullie allemaal mee wilden doen en je hebt websites gehoord, je kan mailen en als je nog praktische vragen hebt of dingen wilt delen, dan hoor ik dat graag. En deze opname kan ook op een ander moment nog bekeken worden, ook via de website. Nou, het gaat jullie goed en ik hoop dat we jullie ook allemaal weer
ga ik zelf ook doen, weer fysiek ook naar het museum toe kan vanaf overmorgen al. Dank jullie wel. Goeiedag.